Zaterdag 7 juli en Omroep N is er weer bij. Want voor de allereerste keer Gelderpop hier in Zeumeren. Nou Harry, de eerste keer, wat brengt jou zo hier? De samenstelling van de artiesten en de gezelligheid en het strand Zeumeren. Zitten er nog favorieten van je tussen? Ja, Bluff. En daarom zijn we zo lekker op tijd klaar? Daarom zijn we op tijd, dat is een mooi begin. Een goede reden om op tijd te zijn. Dames, wat brengt jullie hier zo bij Gelderpop? Ja, Bluff, sowieso natuurlijk, hè. Maar jullie zijn dus echt diehard Bluff fans. Ja, en Chef Special, hè? Vonden jullie ook? Maar Miss Montreal ook, direct, dus alle artiesten zijn gewoon perfect. Ondanks het al vrij vroeg is, dus rond de klok van 3:30, hebben we al de eerste dronken aanwezigen aangetroffen. Ja. Serena, schat, hoe is het? Het gaat heel goed. En wat brengt jou zo op het festival? Ik ben aan de rosé en ik ben aan de water. Ja. Want ik denk, als ik rosé drink en water, dan overleef ik het wel. Maar het gaat helemaal fout. Het gaat helemaal fout. Gelderpop, goedemiddag dames. Ja. Heb je het een beetje leuk? Ja, hartstikke leuk. Lekker weer. Het is heerlijk weer. Ja, je weet, wij zijn aan het strand, maar ik mis je bikini. Ja. Ik denk, laat ik het maar niet doen. Ze is jarig. Ben je jarig vandaag? Ach, wat leuk. Ja. Nou, speciaal vandaag Gelderpop. Ik vind het leuk dat je speciaal op jouw verjaardag gewoon nu al die mensen hebt uitgenodigd. Leuk. Gefeliciteerd namens Omroep N. Dankjewel. Hey, maar wat brengt jullie zo hier, behalve je verjaardag? Ja, lekker dichtbij. En mooi weer. Toen jullie het hoorden, al vrij snel erbij om kaarten te gaan kopen, denk ik. Ja. Want totaal uitverkocht. Ja, klopt. En jullie waren gelukkiger? Wij waren gelukkig op tijd, ja. We hoorden ook echt nog wel mensen die mee wilden. Ja, het is uitverkocht. Dus via. Ja. Maar het was snel uitverkocht, klopt. Ja, moest je hard lachen? Nee, ik vond het sneu.